Voor mij mogen ze hier komen hoor. Ik heb geen last van die mensen gehad. En ik heb er zelfs wel kleren heen gebracht daar. Het asielzoekerscentrum aan de Nieuwe Weg in Den Helder gaat dit najaar weer open. Er is landelijk dringend behoefte aan de opvang van asielzoekers. Op zich wil je natuurlijk dat iedereen een plek heeft, maar ik begreep dat er te veel instroom is en dat de COA graag dus deze locatie opnieuw wil openen. Heeft de gemeente Den Helder nog voorwaarden voor de opvang nu? Nou, we hebben wel overleg met het COA gehad en een van de punten die we naar voren hebben gebracht is dat we niet willen dat gezinnen met kinderen weer zo onverhoeds weggehaald worden, zo midden in het schooljaar of 's morgens vroeg. Dus dat we vooral willen dat er rust is, zowel voor de vluchtelingen als voor de scholen waar die kinderen dan terechtkomen. Ook in Alkmaar wil het COA opnieuw vluchtelingen opvangen. Dat zou dan hier moeten gebeuren in het voormalige belastingkantoor. Dat werd al eerder gebruikt voor de noodopvang van vluchtelingen. Inwoners van Den Helder zijn inmiddels op de hoogte van de heropening van het asielzoekerscentrum. Ze hebben vanmorgen een brief gekregen van de gemeente. Voor mij mogen ze komen, ja. Ik heb geen asielzoeker last van gehad. Ik woon hier voor 38 jaar. En in eerste instantie waren we een beetje sceptisch. Ik heb nooit geen problemen met die mensen gehad. Altijd even vriendelijk. Dus, Nou, het komend najaar komen ze. Oh, nou, dat schiet al alles op. Ja, leuk. Welkom. Ja, van mij wel hoor. We zijn al daar actief geweest, vanuit de buurtvereniging. En misschien dat we daar wel weer die kant op gaan.